Ja, zo. Ja. Het werkt, goed zo. Ja, fijn. Vulka, wat gebeurt er? Wat is er nu aan de hand? Wat doe je? Goed, dan vertrekken we deze keer nog niet. Uiteindelijk is het hier lang niet gek. Wij leven hier als goden. En hoe? Het had heel wat erger kunnen zijn. Hey, Potter, spelen we een partijtje? Ja, ik kom. Ik heb genoeg van deze planeet, genoeg. Jij bent ook nooit tevreden. Daar is de hoofdmonteur. Goed, commandant. We moeten ons er maar eens schikken. De Olympus zal nooit vertrekken. Ja, dat had ik wel begrepen. Maar waarom dan toch al dat werk? Dat is beter voor de moraal van de mannen. Maar het is toch hopeloos. Kop op, oudje. Uiteindelijk zitten we hier goed. En de computer, hoe is die? Het goed genoeg om je tijd mee door te brengen. Nou, amuseer je als dat het enige is wat je kunt doen. Jullie kunnen toch jullie koppels wel afdoen? Helemaal niet. Jij speelt graag voor Godje. Luister, mens, als je iets beter weet, zeg het dan, hè? Ja, altijd hetzelfde. Jij doet niets om... Wacht! Zo is het genoeg. Voor mij is de lol eraf. Ik ga maar eens een ommetje maken bij de stervelingen. Ga je met me mee? Dat lijkt me leuk. Ik ga mee. Weet je, rustig, ik heb er nu genoeg van. Lieve help, wat zijn die vervelend met de familieruzies. En dat zeg jij, Apollo? Volgens mij klopt er iets niet. Even kijken. Problemen, sergeant? Nou, zoals gewoonlijk, kapitein. We gaven een eerste waarschuwing aan twee jonge mensen die wilden weten wat er hier gebeurde. Dat was niet voldoende. We hebben geschoten en ze in de as gelegd. Gewoon routine. Was dat niet te vermijden? Hoe dan? Je kan ze wel waarschuwen, maar de volgende dag komen er anderen terug. We kunnen toch zeker niet toestaan dat die mensen de Olympus naderen? Ja, inderdaad. Ga mee. Zeg, kapitein, gaan we binnenkort vertrekken? Zeker, sergeant. Binnenkort. Kijk, makker, ik denk dat onze kapitein ons maar wat wijs maakt. Troef. En nog eens troef. Commandant, een bericht. We hebben een bericht opgevangen. Een ruimteschip vraagt toestemming om te landen. Wat moeten we doen? Alle donders, we hebben geen zender meer. Laat ze dan maar komen. Goedendag, jongelui. Heel hartelijk welkom op onze planeet Mito. Zeg, wat komen zij hier doen? Zullen we ze wegsturen of vechten jullie liever? Genoeg, Ares. Laat ze met rust. We hebben al zo lang geen bezoek gehad. Luitenant Pietertje van de ruimtepolitie van Omega. Luitenant Psi en assistent Metro. Ik ben commandant Jux van het ruimteschip Olympus. Mevrouw Hera en dit is mijn familie. Allereerst zit u hier mijn zuster Demeter. Welkom. Mijn dochter Artemis. Welkom. Mijn zonen Hermes en Ares die altijd moppert. Welkom, vreemdelingen. Wat een familie. Dat zijn ze nog niet allemaal, de anderen zult u later zien. We hebben u geseind en we vroegen om landingsverlof. Onze zenders werken niet. Onze instrumenten namen hitte waar en zelfs gedurende een moment motoren. Daarom zijn we hier naartoe gekomen. Een van de vele, weinig succesvolle pogingen van mijn andere zoon Vulkaan, die ook onze hoofdmonteur is. Bent u al sinds lange tijd hier?
Al een eeuwigheid. We kunnen u niet allemaal meenemen, maar we kunnen een boodschap doorgeven zodat men u te hulp komt of u een ruimteschip stuurt. Oh ja, luitenant, graag. Als iedereen aanwezig is, zullen we hierover stemmen. Vooral omdat het sommigen hier uitstekend bevalt onder de stervelingen. De stervelingen? Ja, wij zijn uit de oudheid, zij niet. Het zijn kleine, primitieve en lieve wezens die daar ginds beneden wonen. Ze kunnen niet eens vechten. Hij lijkt op iemand, maar op wie? Ja, dat vind ik ook. Komt u toch eten? Later kunt u de omgeving bekijken. Dat zal u zeker interesseren. U was laat wakker. Ik ben er alleen nog om u te begeleiden. Dat is goed. Wij zijn de anderen. Zij zijn graag bij de stervelingen, maar we zullen ze wel vinden. Aan wie offeren ze? Aan ons, aan wie anders? Waarom geeft u ze het vuur niet? U kunt ze ook leren weven. De commandant is er tegen, vooral geen vuur. Daar zal hij een goede reden voor hebben. Ja, ze vereren ons als goden. We helpen hen, weet u. Ga alleen verder, vrienden. We zien elkaar straks weer. Ga maar, Metro. Ga zo door. Wij komen terug. Och, heer. De man die ik als een broer ontving toen hij in nood zat, is blijven zitten in mijn huis en hij wil niet vertrekken als ik het vraag. Ziet u, die man en ik hebben dezelfde vader en zijn goederen behoren ook aan mij. Ik beveel je hem de helft van je grond te geven. Maar heer, ik heb haast niet... Ja, heer, ik zal het doen. Uw wil geschieden. Heer, heer, help ons. Het beest, het gemene beest is weer teruggekomen. Help ons, het heeft onze ouders gegrepen. Het bedreigt onze kinderen. Heb meelij, heer, dood dit gemene beest. Nog steeds dat verhaal? Nou goed, we gaan erheen. Kom op, jullie. Dat geeft een afleiding. Jullie blijven daar. Daar achteren, zeg ik jullie allemaal. Ah, daar gaat hij. Ah. Hier. Waarom maken jullie geen gebruik van jullie bliksemschichten? De bliksem? Daarmee maken we indruk op de stervelingen. Maar ermee vechten, wat voor nut heeft dat? Maar ik schoot het eerst op het beest, dus ik heb hem gedood. Hoezo? Ik raakte hem ook. Ga naar binnen, dat laat je niet op je zitten. Dat beest is van jou. Ik heb het. Ik weet aan wie die naling me doet denken. Deze jongen is eerlijk. Hij heet Pilas. Mijn steun heeft hij. Laten ze het verdelen, want er is geen bewijs van wie het dier is. Nee, Aris heeft gelijk. Dat vind ik ook. Ik ben het er niet mee eens. Ik ook niet. Kom op, lafaard. Wij goden vechten niet. Doe rustig nou. Rustig nou maar. Waarom stopt u die ruzie niet? Och, dat is niet belangrijk. Laten ze hun zaakje zelf maar opknappen. Stop! Doe, schamen jullie je niet? Jullie zijn goden. Welk voorbeeld geven jullie? Is dat nu jullie waardigheid? En jullie, stervelingen, genoeg ruziet. Dit beest is voor iedereen. Bedankt, vrienden.
Ik heb goed nieuws voor je. Je toonde je moedig en verstandig in deze zaak. De goden hebben een verrassing voor je in petto. Kijk zelf maar. Wat is het toch een schoonheid. Ze was van mij, heer. Nee, is niet waar, heer. Ze was van mij. Ja, wacht nou eens even. Ga mee, vrienden, dan zullen jullie wat interessant zien. Wellicht zagen jullie net een beeldschone vrouw. Zij heet Thetis. De commandant is verliefd op haar, maar vele anderen ook. En dat gaf te veel problemen. Wij smeden een complot dat zij met een sterveling trouwde, Pelas. Pelas is die jonge blonde jager. U zag net hoe hij zich verdedigde. Kijk maar, laat je vooral niet zien. Oh, daar komt hij aan. Wat is er mooi. Dat wordt interessant. Nou jij, Pelas. Zag je dat? Ah, kijk, moet je opletten. Poseidon is ook verliefd op haar. Ah. Dat is gemeen. Ik kan niet tegen zoutwater. Laat er niet los, Pelas. Vooral niet loslaten. Gelukkig, daar is ze. Goed, nu mag zij spelen. Wat is hij dapper. Hij is dol op je. Vind je niet dat hij je verdient? Wil je nu Pelas eindelijk wel als man hebben? Weet je dat ik heel gelukkig ben? Ik ook, ja. Ja, maar dat kan nooit wat worden. Let op mijn woorden. Wat heb ik hier eigenlijk mee te maken? Dat zou ik wel eens willen weten. Geduld, Metro. Wij kunnen er ook niet veel meer aan doen. Daar ben ik niet voor geprogrammeerd. Wij ook niet, weet je. Het doet me aan iets denken, vind je ook niet, Pietertje? Evengoed wel een rare dag, zeg. Ik denk dat we nog niet alles gehad hebben. Je moet blij zijn voor Thetis. We huwelijken haar binnenkort uit. Blij? Waarom dan wel? Ach, jij bent ook nooit tevreden. Ah, kijk eens aan, daar zijn de hoofdpersonen van ons partijtje. Wij vinden u moedig, roekeloos zelfs. En we bewonderen u om al deze eigenschappen. Maar waarom helpt u die gewone mensen daar beneden niet wat meer? Als wij onze kennis op hen overbrengen, dan vernietigen wij hun geloof en hoop op betere tijden. Nu zijn ze toch ook gelukkig? Hoe kan je gelukkig zijn als je hongerig en koud bent? Ze weten niet beter en daarom hebben ze niks nodig. Maar het zijn geen beesten, het zijn mensen. Kinderen, doe bij je thuis zoals je wilt. Maar hier ben ik het die beveelt. Begrepen? Het is makkelijk de wet voor te schrijven vanaf de Olympus. Hou jij je mond, vrouw. Breng ons te drinken. Het is feest en ik wil dat iedereen zich amuseert. Mijn glas is leeg. Muze, vrolijk ons eens op. Het is niet eerlijk. Wij vieren feest en zij lijden honger. Wat doet het ertoe? Wij gaan de stervelingen helpen zich tegen de goden te verdedigen. Zeg, tante Hera, wat fijn allemaal voor Thetis, hè? Hopelijk let hij maar goed op haar. Jouw plaats is bij de beesten. Ga terug, jij. Commandant. Nou wordt het pas leuk. Wacht. Stilte allemaal. Hier komt de klap op de vuurpijl. Om onze gasten te eren, laat mijn zoon zijn laatste werk zien. Vulkaan,
Vrouwen, geef me te drinken. Toon onze vrienden nu eens een keer jullie ware gezicht. Tot uw dienst. Robotten, collega's dus. Geen reden daar zoveel ophef van te maken. We beginnen meteen. Laten we daar gaan zitten. Wacht eens even. Niet al dat eten is voor de goden. De ene helft is voor jou... en de andere helft voor hen. Zo, kijk maar. Dat is eerlijk, alsjeblieft. Zien jullie wel? Nu moeten we ze ook nog leren dat ze beter moeten eten, zich moeten kleden en hoe ze moeten wonen. Ik begrijp nog steeds niet waarom we hier al onze tijd verknoeien. Laten we geduld hebben, Metro, want we weten nog helemaal niet wat ons hier nog allemaal te wachten staat. Dag, vreemdelingen. Waar gaan jullie heen? Als je me nou, daar heb je sprekende beesten. Wij zijn op weg naar de volgende stad. Ik laat jullie niet zomaar doorgaan. Jullie moeten eerst een raadseltje voor me oplossen. Maar als je het antwoord niet weet, zullen jullie sterven. Wat is dat nou weer voor een grap? Dit is geen grap. Het moet nou eenmaal. Luister goed. Welk wezen heeft eerst 4 voeten, dan 2 en dan 3 en heeft, het klinkt mal, op het einde minder kracht dan hij aan het begin had? Belachelijk, uw raadsel. Het is de mens natuurlijk. Eerst een kind dat kruipt, dan de volwassene die loopt op 2 benen en de ouderen lopen met een stok. Wat overkomt me nu? Het raadsel is opgelost. Ah! Wacht, ik heb ook een raadsel. Nou heer, let op, vertel me eens, wat is de wet van de zwaartekracht? Wat? De wet van de zwaartekracht? Ah! Luister eens, hola. Het is heel gemakkelijk. Iedere planeet trekt zijn satellieten aan met evenredige kracht en omgekeerd evenredig aan de hoek van de afstand die de lichamen scheidt van wat ze aantrekt. Dat is heel eenvoudig, hè? Dus even kijken of we ze kunnen helpen. En nu de dakpannen. Waar is ze heen? Waar is ze heen? Zij besloten een eerste zoon Achilles te noemen. Wie is die man daar bij Ares? Dat is Hades, zijn vriend. Dat is een beste leverancier. Luister, Vulkaan toont zijn laatste creatie, onze nieuwe bewaker Talos. Een applaus voor Vulkaan. Wat dan nog? Is dat zoiets bijzonders? Ter verhoging van de feestvreugde heeft mijn zuster Iris een plan. Oh, heel gewoon. Zij belichaamt de tweespalt. Ja.
Ik wil alleen dat onze gast deze gouden appel geeft aan de mooiste vrouw die hier aanwezig is. Ik hoop dat hij een keus kan maken. Geef hem niet aan mij hoor, Pietertje. Je moet beleefd blijven. We zijn nog lang niet klaar met deze geschiedenis. Huh? Rauw vlees? Nou, het kan me niks schelen wat de commandant ervan zal zeggen. Metro, geef me zijn brandende fakkel. Wow. Wie deed dat? Wie heeft er vuur aan de stervelingen gegeven? Ik ben verslagen bij Zeus. Alarm! Vang hen, Vulkaan! Vulkaan! Vulkaan, luister goed. Je moet iets moois maken. Nog mooier dan onze onsterfelijke. Stuur hem naar de stervelingen. Nooit worden ze onze gelijken. Men begint met ze vuur te geven en eindigt met de mooiste wapens. Geloof me, we blijven hier nog een tijdje. En ga aan het werk. Zorg dat je iets prachtigs creëert. Hier. Vlug! Zo, zoek overal. Niks te vinden. Kom mee naar het volgende huis. We moeten vlug naar ons ruimteschip. Maar hoe moet dat? Heb jij een idee? Ons vervoermiddel is kapot. We moeten zonder. We proberen het. Naar het ruimteschip. Ik leid ze wel af. Zeg, zullen we kat en muis spelen? Let eens op, dan moet je proberen mij te pakken. Pak me dan. Hier ben ik. Gelukkig, ze zijn veilig. Nu moet ik ook nog zien weg te komen. Genoeg voor vandaag. Ik zei genoeg voor vandaag. Hier heb je nog een aandenken. Metro, we hebben je nodig, ook deze keer weer. Mito is een rare planeet. Maar zoals de commandant gezegd heeft, het noodlot zal zich wel voltrekken. We zullen wel voorkomen in de legendes van die mensen. Van jou maken ze een reus, misschien wel Titaan, Prometheus of zo. Als godin voldoe jij heel goed. Bijvoorbeeld als godin Athene. En misschien stichten ze voor jou wel een stad...